Terug bij Broekman Logistics. Dit is thuis in Sittard Geleen. Ja, dat bedrijf waar we vandaag te gast zijn, iedereen kent het waarschijnlijk wel. Als je vanuit de A2 richting Borren rijdt, dan ziet u die grote panden al staan. Maar wat gebeurt eigenlijk precies in al die panden? Bij ons Dieter van Gorten, hij is General Manager hier aanwezig. De bedrijfsleider, of sla ik hem dan iets te veel plat? Sorry, Dieter. Nee, dat is prima. Ja, vroeger, dat herinner ik me, stond het hier vol met auto's. Waar zijn ze naartoe? Dat klopt, ja, die zijn voor een groot deel verdwenen. Niet helemaal overigens hoor, want achter de hallen is nog altijd een terrein waar zo'n 3000 auto's kunnen staan. Dus wat dat betreft doen we ook nog altijd wel autologistiek. Maar hier gaat dus een logistiek proces van hele kleine dingetjes tot wat grotere dingen. Ja, dat kunnen we zeggen. We werken inderdaad voor met name voor een graafmachinefabrikant. Daarvan hebben wij gemiddeld zo'n 3000 machines hier op voorraad staan. Dat ziet van buiten inderdaad niemand, maar er is een enorme activiteit binnen in de hallen. Ze komen dan eigenlijk vanuit het Verre Oosten hierheen. En wat gebeurt er hier? Ja, wij halen ze vanuit Japan en China hier naartoe. Hier staan ze opgeslagen en worden ze uiteindelijk krijgen ze de laatste stap in de productie, de eindfabrikage, worden ze aangepast aan de wensen van de klant die de machine koopt. Dus de extra opties zoals bij een auto, die zijn ook bij alle opties mogelijk. Ja, precies. Zo moet je het zien, dat we opties aanbouwen tot we met volledige spuiten in bedrijfskleuren van de bedrijven die de machines kopen. En ja, dat betekent dat wij enorm veel werkgelegenheid hebben gecreëerd bij technische mensen. Dus we hebben nu twee grote werkplaatsen in de hallen. En we zijn de laatste twee jaar gegroeid van 50, 60 medewerkers naar zo'n 130 op dit moment. Ja, dat is de hal hier aan de overkant plaatsen. Hierachter is een enorm complex. Ik heb het voorrecht gehad om er even doorheen te mogen lopen. Je kunt er heel goed verstoppertjes spelen voor de kleinkinderen onder ons. En ik zie daar hele grote dingen staan en piepkleine dingen. Ja, dat is allemaal ook gerelateerd aan de machinewereld. Want als de machines eenmaal in productie zijn, dan gaan ze ook onderhoudsbehoeften krijgen en dan gaan dingen stuk. En de spareparts, de logistiek die daarachter zit, die doen we allemaal vanuit deze nieuwe derde hal die we afgelopen jaren gebouwd hebben. En van hieruit doen we dus EMEA breed, dus dat is niet alleen Europa, maar ook de Arabische landen. We dienen met onderdelen, zodat de machine die stuk gaat de dag daarna weer functioneert. We maken hier meer dan 1500 orders per dag klaar om te versturen. Allemaal vanuit de Borren natuurlijk. De wereld wordt gevoed vanuit deze regio. Dat betekent natuurlijk wel wat voor de werkgelegenheid.